De geluidshinder die straalverkeersvliegtuigen in Bad Hoeverdorp veroorzaken, was geen doorslaggevend bezwaar voor de luchtvaartclub Bad Hoeverdorp Sloten om in samenwerking met de KNVVL het Nederlands kampioenschap voor modelvliegtuigbouwers te organiseren. Er waren prachtige modellen te zien, resultaat van uren vrije tijdswerk. Veel bouwers interesseren zich duidelijk voor het verleden, zoals onder andere blijkt uit deze miniatuur tweedekker uit de Eerste Wereldoorlog. Er was hier een mooi model van Da Cierva's Auto Giro, een der voorlopers van de helikopter. De meer dan 500 tentoongestelde vliegtuigjes trokken over de 3000 grotendeels jeugdige kijkers. De Handley Page is een bovendekker uit 1911, natuurgetrouw nagebouwd, evenals de Fokker F-28 Fellowship. Winnaar werd de heer Kobussen met een experimenteel Amerikaans vliegtuig dat viermaal sneller kan vliegen dan een DC-9.